Hallo iedereen en welkom terug bij Dragon Ball Z Boost Fury. We hebben net Broly verslagen, met gemak. Want dat is totaal wat er gebeurde in de film. Ik ben nu level 109, want level up zijn een grap. Ja. Yeah. En nu doen we bijna in de 1000 schade, oeh. Zeker. Ik ben dus een keer... Fuck. Ik ken hem wel. De fucking schade ding is zo hoog vergeleken met ding. Lekker zo goed 2. Het is zo raar om daar te kijken. Deze team is nog steeds awesome. En die vlammenwerp doet ook echt veel schade. Dat is waar ik zeg dat de trucks vlammenwerp is een van de beste aanvallen die hij heeft. Is lijn. Wat? Trucks dat ook in ding? Nee. Hè? Nee. Die lekker is verkoopt 2. Nee. Hij had lijkt de zwaard of aanval en. De finish buster of zoiets. Yeah. Volgens mij had hij niet eens de burning attack. Is dat alleen maar een like, game ding? Nee, burning attack was dat hij gebruikte tegen Vriezen, weet je nog? Weet je dat? Ja, hij gebruikte like, de burning attack tegen Vriezen, waar Vriezen overheen sprong. En toen sneed hij Vriezen in tweeën. Alright, dat ene met die handbeweging is er zeker. Ja. Met die handmoves. Waar iemand like, bijvoorbeeld ik al like, subscribe had geschreven in zijn handen. Subscribe. Als jullie ook willen zien hoe dat wij de Buster Cannon aanval doen in het echte leven, please subscribe! Bij 100 likes doen wij de Buster Attack maneuver. Zo ja. Maar het was nooit een vlammenwerpaanval, was het niet? Het was gewoon een balaanval. Ja. Oh, dat is een vlammenwerp is nice. Ja. Waarom zou je geen vlammenwerp hebben? Vlammenwerp is een game-only ding. Maar het is lekker holy shit, vlammenwerp is goed. Het is een fire camera aan mijn haar, maar het is lekker vlammenwerp is wel. Ja, de vlammenwerp is cool. Iedereen wil een vlammenwerp hebben. Helaas zijn vlammenwerp is de meeste videogames toch all shit. Ik kan alleen maar 2 vlammenwerpers verzinnen die like burning attack in dit geval is best wel is goed. Nee, het is flamekammer maar aan. Flamekammer kan aan, maar ook voor mij ding was ook een hele goede aanval. In Mega Man X1 had je ook de vlammenwerper. Ik vond de vlammenwerper Ratchet & Clank best wel goed. Het voordeel met Mega Man X was dat de vlammenwerper, like, weet je wat, vergeleken met de bust hoeft die niet zo precies te zijn met je schoten dus. En kon je de hele tijd drukken, waardoor je schade kon doen. Wat goed was voor die kleine vijanden. Ik gebruik toch stormtoneden de hele tijd. Bouw je geweldige koninkrijk. Bedankt virus, je bent geweldig. Waarom kreeg je een virus? Ik weet niet wel, ik probeer een film op te zoeken en help ik een virus. Maar van kcontentdelivery.info. Hoe bedoel je precies? Gewoon pop-up toch? Hopelijk, ja? Een soort van... Het van, weet je toch wat die berichten dat je soms krijgt van, oh, hey, deze persoon waar je notificaties aan hebt staan heeft iets geüpload. Mm-hmm. Dus, like, zulke berichten stuurt hij de hele tijd, vervelend als fuck. Maar bouw je eigen koninkrijk. Ik ben al bezig met Nino Kuni, laat me rust. Maar ik krijg geen fucking Windows dat ik vroeger kreeg. Nee. Maar mijn ergste vorm van malware is... Dat ik de hele tijd advertenties tevoorschijn kreeg, terwijl ik verbonden was aan de internet. Dit noemen we eigenlijk adware, maar... Weet je wat het probleem is? Door mijn virusscanner pikt niet eens op dat deze virus bestaat. Want je hebt het al verneukt. De eerste keer. Nee, maar zelfs like, een andere virusscanner had gemerkt dat het bestaat, alleen deze niet. Dit vind ik niet. Dit is lekker fuck. En dat bent je enige hoop is om volgens mij gewoon dat ding, like, de hele harde schijf te vernieuwen. Nee, hier is het probleem door. Het zit niet op mijn computer, het zit op mijn web volgens mij. Volgens mij zit het op mijn internet. Het is heel raar. Het is te verwijderen, het is gewoon... Je hebt juist de dingen te doen. Het is een kut virus, though. Ja. Geen content delivery. .info. Wees altijd voorzichtig wanneer je ROMs aan het downloaden bent in sites zoals ROM Hustler of
Ik was een film aan het kijken toen. Of dat. Ik had voor de langste tijd een virus scannen. En is like, papa wilde me de fucking code niet geven voor fucking jaren. En is like, Jesus Christ. In ieder geval, we hebben nou... We zijn eruit. We zijn klaar. Je hebt met de fucking drakenbal, die klootzak. Ja, we gaan ze gelijk verspillen. Are you kidding me? Was this joking? I didn't expect you to really not go and beat the monster. Well! Village priest gave you a 4-star ball. Nice. Zo, dat was de cake ook met de drakenballen. Wel, we willen ze alvast hebben voor als we boeven slaan en dan kunnen we iedereen terug het leven brengen. Maar dan komt onze familie aan en zeggen ze van, je hebt de drakenballen, we doen het nu. Fucking nu. Nee, wacht, we kunnen dat niet nu doen, want moest je boost toch bij, we moeten het nu doen. Chapter 7. Margin Boo. Boy. Oh, boo. Oh, boo. You boys found all the trackables? Great, give them to me. What the fuck? What bedoel je, give them to me? Listen to your mother, folks. I need the trackables. Fuck, ze gooien hem 20 met persuasion roll. Konden we maar wegvliegen? Je bent niet mijn moeder. Je bent Babidi. I know. Die anders zou gelijk die drakenballen willen hebben. How does this work? Does it work and just kill poo? You aren't very bright, are you? Fuck you, Oolong. Oolong, mind your manners. I'm not that naive, you know. I just never seen a magical wish-granting dragon before. Eternal dragon. So, by your summon, Shenron. Wow, hij past niet eens op het scherm. You will have disturbed me for my slumber. Speak, name your wish. How should I phrase this? I thought you had this all figured out. Shenron, whenever will die today, back to life, except for the really bad ones. It is done now. Name your second wish. Did you say second wish? Oh no. Goku, what do you mean? I told him to go to the lookout for a wish, you fucking idiot. What do you think you're doing? As you wish, farewell. Jesus Christ. Oh, nu zijn ze weer verspreid. Wat gebeurde in een anime? Jawel, dat gebeurde wel in een anime. Gebeurde dat wel in een anime? Ja. Shit. Need to twist later in the meantime. It may be the ones on the safe place left on the planet, at least for now. I can take you there using instant transmission. Even though you all fucked up, you deserve to die, to be honest. Every time, I think things couldn't get any weirder. Are you coming with us, Fidel? Of course. Nou, waar is Vegeta? Waar is hij? Waar is Gohan? Waar is Vegeta? Wel, ze is fucking dood! Ze is fucking dood! Vegeta? Gone? This can't be! That couldn't happen to my dad! No, Gohan! How could this happen? My brother can't be gone! He's fucking gone, mate! No, Gohan is still alive! I know it! Majin Buu destroyed them both! I can't sense their life forces anymore! That means they've passed on! We haven't even found the body yet, and you just stand there, around here! Echt wel leuk, we hebben Vegeta's lichaam wel gevonden. Hij is een steen geworden. Omdat hij al zijn energie heeft gebruikt. Hij is wel een coole standbeeld nu. Wat wel. Misschien kunnen we als een Z-exhibit nee terug meenemen. Goku, gebruik je de transmission. Ik moet hem ergens opvangen. Even in this place, we're not going to be safe for long. Attention, people of Earth. Probably is telepathically communicating with the entire planet. How does that even work? Hij is een magician. Hij is een mad magician. Hij kan alles doen. Makes sense. I am the omnipotent wizard Babidi, son of the great wizard Tibidi. I'm so sorry you are having an otherwise pleasant day. I do know what it's like to be pestered while having fun, you see. Earlier today, three nuisances just that. Now I'm simply looking to return the favor. These are the three cretins I am looking for. Go put them to Rangsu,
Piccolo. Can Piccolo? Nee. Get a good look at them. They are to blame for any and all destruction that may come your way. Your little cowards have got a preview of what's in store for you if you refuse to show your faces. This is my faithful servant Majin Buu, the heavyweight champion of the universe. He may not seem like much, but he's actually unstoppable. He's actually overlord. Now, do you see this city? It looks like a lovely place to live, doesn't it? Well, now the citizens of Lightwolfburg... You are going to die, fuck you. Ah, gelukkig zal hij dus iets explosiefs voor jou tegen jou gebruiken in het gevecht. Those where those three are, you better tell me, yeah? 5 days to tell me, or else all the people on the planet will be annihilated. Oh no. Oh no. Curse that demented wizard. So those are the ones who took on... Yes, go, you don't go on all those people, and unless we do something, this is going to keep growing. And honestly, it would be better if you didn't use the Dragon Balls already, you stupid fuck. Calm down, Krillin. Stay here and help me teach Goten and Trunks the fusion dance. Alright, I'll stay. Okay, Goten and Trunks, we have a lot of work to do. You'll have to learn some new skills really fast, you got that? Zo, we gaan nu als Videl spelen? Nee. Oh. Okay, the first thing you need to know is that the fusion only lasts for 5 minutes. Once the time is up, your bodies will separate and your guys will turn back to normal. 5 minutes, that's not going to be long enough for this kind of fight. As long as the fusion is done correctly, 5 minutes is all they will need. The technique is really that powerful. Trunks, what's wrong? Yeah, well, we want to know. You're supposed to be the strongest guy in the universe, right? So why weren't you there? Why didn't you just go on a bit dead? I'm sorry, Trunks, your dad knocked me out, you little shit. Gohan always told me you could do anything, so why didn't you save him from the monster master? Well, that Vegeta knocked me out. I don't know what to say. I wish I was the strongest man in the universe, but I'm not. I can't beat Majin Buu. But with this fusion technique, I know you two know that the two of you can, if you can trust the monster for all the terrible things he done. Remember, kids, there are the Namek balls. Namek Dragon balls? What the fuck are those? The fusion technique is kind of like a dance. You have to perform a specific series of as the writer. Jesse, je gaat te snel. Goku, is that a dance a bit what, Piccolo? Never mind. Alright, why don't the two of you do it? You are now playing as Goku then. Perform the fusion dance by following it on screen. En als je het fout doet, val je of in een vetzak of een oude man, is wel. Of een oude man of een vet of een dikke klootzak. Ja, dat is wat ik zei. Vet ugly bastard. The timing was off. Well, let's try it again. Watch this. Naar beneden, naar boven en dan B. By the way, er is een truc om de fusion dance altijd goed te hebben. Het maakt niet hoeveel tijd je verspilt of welke knop je erin doet. Als je de ene combinatie erin doet, wordt de fusion altijd correct. What a mess. I wish someone would turn those cowards to property. Wait a second, that boy was... I know, Mom. He lives in the West City of the Capsule Corporation. Are you sure about that? And we should come... To try to contact Bobby with our minds. Bobby, can you hear me? Who is this? Why, I am the head of PTA, my son's school. I'm the best person in the world. I am so rich. Oh, holy shit. You should know how much money I have. I know where the boy named Trunks is. He lives in the West of the Capsule Corporation. Now you can go there and give the brother how he is coming to him in the dirt. Trunks cheated in the tournament. I don't have any proof that he cheated, but he cheated. Shut the fuck up! Jesus Christ! Oh shit! Thank you for sending that wonderful information, but if I hear your annoying screech of a voice again, I will kill you, personally. I'll come there, and use that chair to suffocate your throat. I couldn't wait. Time for revolution has come! Trunks, I'm very eager to meet you, but since you won't come to me, I'm going to come to you. You're probably in Capsule Corporation, but you could probably flee that place right now, anyway. Weet je, nu ik erover nadenk, ik zou het helemaal nergens of Goten en Trunks bij de hitlist zijn. Like, Bobby die heeft niet eens Trunks en Goten gezien. Hij werd geslagen door Piccolo en toen niks. Dat is grappig, hè? Nee. Nee, we hebben geen enkele keer Trunks. Hij heeft volgens mij geen enkele keer die boys gezien. Nee. Zo, hoe weten die boys?
Hij weet van Piccolo, maar... Ja? Trunks, I need you to go to Capsule Corp and get the Dragon Raider. Wel, ja, want Chris heeft de Dragon Radar gelaten bij de West Corp. Dan zijn een of andere slimmerik. Ja, kijk naar die slimmerik nu. Die zit op het scherm. Fucking fool. En dit is waarom tot nood uit elkaar moeten gaan. I know, right? In ieder geval, laten we tegen Majin Buu vechten. Ja. Yeah. Dat is geen clean-up meer, of wel? Nee. De meeste kaart is wel kut, zoals ze zegt. Ja, want je weet niet waar alles zit, weet je wel. Hi! You're alive? Oh, certain you'd be with the most of the Vegeta. Well, that's good, because I was worried. Wouldn't be able to thank you for helping me bring Majin Buu back to life. We would have never have let you succeed if we deal with your master. Leugens! Fucking leugens! I know, right? So why did you come here? Did you just want to come and tell us you came here to join us? I'm actually here to give you a warning. A warning? Oh, that's hilarious. I think you struck comedy gold. I think I'm going to broadcast this live on television presented by Heatap. Listen carefully. The three people of you are looking for will appear very soon. I don't know if you've been able to touch it now that stop fighting! Stop blowing things up until they come! Yes, and once they finish training you, they'll destroy you. Oh man, that will fuck you up. That's nice, but I think well, instead we'll just continue destroying everything until we get the Capsule Corporation. If you want to get the Capsule Corporation, you'll have to get past me. It sounds to me that you want to end up like your friend Vegeta. Boo, take care of this cretin. Okay, I do it. I don't get it, Boo. You're a million times stronger than Bobbidi and you let him boss you around like that. Huh? Don't listen to him, Boo! Do you want to be stuck inside your ball for another million years? No worry, Boo no likes this game more than you. Well, I guess it wasn't worth a try. People of Earth, watch this carefully. It will be a wonderful example of what will happen to anyone who tries to stand in my way. Here we go! Not a trick again, we've seen it before. I guess extended Super Saiyan isn't much of a challenge for you. Super Saiyan 2 is niet genoeg. Super Saiyan 2 is niet genoeg. Ik heb het net gekregen de vorige seizoen, wat is shit. I thought I would teach you a bit about Super Saiyans. Super Saiyajin? Nee, dat is de Japanse naam. You're going to love this, what you see is my normal state. This is a Super Saiyan. This is what knows a Super Saiyan, a Saiyan beyond level Super Saiyan. I suppose you could call it Super Saiyan 2. What a useless transformation, so what? You taste the color of your hair, big deal. Just wait, this is to go even further beyond! Ik ben vergeten om de gil erbij te doen. I'm sorry that took you so long, but I haven't had much of the time to practice this one. This is what I call Super Saiyan 3. Wat je wenkbrauwen weghaalt wanneer het woord. Nou, Super Saiyan 3 is eigenlijk een hele goede transformatie in het spel. Ja, het gaat, gaat sneller voorbij, maar het doet veel schade. En weet je, als je Super Saiyan leeg begint te worden, kun je gewoon gelijk Super Saiyan 3 gaan en verder gaan. Met je verslachting van de vijand. Kijk, dat is je. Oké, hij slacht jou eerst, though. Baasgevechten. Lijkt, ze raken je niet vaak. Wanneer je doet wat je normaal hoort te doen. Maar als ze je raken, is er veel schade in dit punt van het spel. En ik ben ook level 9, ik wil hoor level 100 te zijn. Niet altijd, maar ik hou van deze team. Volgens mij voor dit gevecht alleen is het lijkt oneindigend energie. Ja, alleen voor dit gevecht. Tenzij dit doet. Want hierna gaat Super Saiyan 3 nog sneller voorbij dan de lul klein wordt voor Guro Hentai. Ik wist niet wat mogelijk was dat iets sneller. Ja, ik denk ook niet, ik ben verbaasd, maar het is gewend. Weet je wat, dat is volgens mij een van de beste dingen aan het spel, is dat je zoveel healing items krijgt bepaalden. Ik ga je niks zeggen dan met Super Saiyan 3. Goku's transformatie in Super Saiyan 3 heeft meer mensen beschaafd dan Majin Buu. En serieus, toen hij Super Saiyan 3 veranderde, brak een glas van het gebouw. En ik heb zoiets van, weet je, al die glasgilvers gaan naar mensen toe. En kan waarschijnlijk iemand vermoorden. Dat is de ene vriendin van die ene karakter in Spider-Man 2. Why you go back to normal?
You had me no fight no more? Who was having fun? Well, I had a lot of fun too, boo. Unfortunately, I have some place else to be. And I can't play with you all day. It's time to say goodbye. Wait a second, I decide you get to leave. Hold it a second. I'm asking you to have some patience. Goat and Trunks Piccolo will come in to you in due time. And then you get a real fight. Are they strong? Unbelievably strong. Like it really matters. It won it's strong enough to beat the two for... What's the boo? I think you're too gifted to fight and to be controlled by a coward like Poppy, don't you think? Gotta go, see ya! Did he just disappear in thin air? Boo, don't just enter. Get your pink doggy body boof and find him. Meneer Poppy! What? Boo heeft een beter idee! Fucking Nederlands. No. Fan over voice. It's like, oh. Dat is een... En nog steeds een blijven beledigen, hè? Geen idee. Ah! And he's fucking dead! I can't believe he's fucking... Somebody's fucking dead! Now Bobby, talk, no talk! Now no more can say words to seal Boo back in ball! Genius! Genius! Goku, are you okay? Yeah, it's just that Super Saiyan 3 took a lot out of me. I brought the Dragon Radar. Good job, soldier. Mission accomplished. Thank you, sir. When can we do the fusion? You guys didn't start without me. Of course we didn't. It takes two to fuse. We need to start training again right away. The fate of the world depends on your corporation. Actually, you only have 30 minutes. Papa, how did you get here? I'm everywhere. 30 minutes? Anywhere. Is that all the time? Omdat Goku Super Saiyan 3 heeft gebruikt, heeft hij nu alleen maar 30 minuten over. Want blijkbaar... Kost Super Saiyan 3 zijn levensenergie? I don't fucking know. Sorry, the fusion is a bit lame. You think it's the fusion of lame? Is anything but lame? The metamorphosis is of the strongest fighters in the universe. Okay, but first, can you show me how to turn into Super Saiyan 3? Yeah, we do need to do that. If we do that, becomes Super Saiyan 3, we can beat Boo easy. We're way better than the boring old fusion. You can't. The only way you're going to beat Majin Boo is by fusing together. Oh, alright. But what the heck? I'll just show you Super Saiyan 3 anyway. LOL! Yay! Cool. But you have to promise me that you'll really learn how to fuse. What are you doing, Goku? You're going to run out of time. I'm already out of time, Piccolo. Okay, boys, listen up. First thing you do is turn Super Saiyan. No, everyone can do this. Everyone can go Super Saiyan. It's a normal thing. And then you have to push a little bit first, like... You need to have that good tingling feeling behind your back. And then I became Super Saiyan 3. Awesome! Maar ik was in Super Saiyan 3 voor een paar seconden en dan ben ik gewoon daar voor mijn tijd verspild. The time is up, that little stunt just built strain the last grains of the I gotta go now. Piccolo, pick up where I left off, okay? I'm putting all my trust into you. The Turks and Goten, zo Piccolo respect als je leraar nu. Sensei Piccolo is zijn naam nu. Goku, no, how can I say goodbye to you when Gohan has left me too? Well, you selfish bitch! We zijn bezig om de wereld te redden! Don't worry about it. Goten is... Weet je, er is een Dojin. Tuurlijk is er een Dojin. Ik ga niet eens daarover nadenken. I just can't feel it in my heart. Okay, enough goodbyes, your time is up, Goku. Goodbye everyone, cold block fighting with your boo. See you all sooner or later. Alright boys, no time for slacking. Don't expect me to be soft on you like Goku was. You're in Piccolo's training camp now. And is this... I'm gonna work day, night, morning and midnight. Mr. Piccolo, what are we going to eat for dinner? Dinner? You have a fusion technique for dinner? That's what. Now let's get started. First off, I want you to try a simple fusion for real this time. Are you ready? Yes, sir. You are now playing as Trunks from the fusion technique. Okay, okay, ik heb de perfecte fusion toch? Ja, oké, ja. Het lukt hem in één keer. What do you feel that? What the hell? Power, he's the one, alright. What do we call you? Call me Gotenks. You have now learned the fusion technique. Access the fusion technique to select the fusion technique. Dus we kunnen nu fusion dance doen en dan ben je blij. I don't think so. We're not doing this as Super Saiyans. Nou, ik weet niet waarom. Het Piccolo denkt van een van de redenen dat je niet de Super Saiyan kan transformeren in de fusion. Je moet als Super Saiyans fusion doen. Ik weet niet waarom, though.
Yeah. I know you're scared, but don't bring Boo back here. Yeah, I could... No, come back here, fucking kid. You goddamn stupid motherfucker. Alright, laat tegen Marcy Boo vechten, want wij hebben geen leven. We hebben... Onze leven is niks waard. We hebben zo nodig de ego van fucking kinderen en Vegeta. Ja, we hebben praktisch gezien dezelfde. Zijn die weer terug in de West City ofzo? Hij is niet in de West City. Oeh, een airship. Ja, we moeten die eerst vermoorden. Een treasure ship. Oh, never mind that thing. Nou, normaal zit er een timer bij. Met zolang je in Fusion blijft. En je blijft best wel lang in Fusion eigenlijk. 5 minuten voor een spel is best wel fucking veel. Ja, want dit spel is best wel kort en de levels zijn best wel klein. Dus 5 minuten is best wel lang. De bonus is dat Super Saiyan ook nog je sneller laat lopen en rennen, dus... Andere dingen maken het gewoon 5 minuten niet zoveel. Help! Ah, it's Martin Boo! Quiet man, mean man. Boo make mean man dead. No, I am the mean man. If you're looking for a guy who just blessed you, that would be me. You were never going to... Boo no wish, Boo make you dead. Ah fuck, ik kan de baltechniek niet gebruiken. Waarom is dat baltechniek anyway? Hé, toch de bal lijkt de volleybal ding, want die deed de Piccolo tegen het Super Boo. Echt meer. Ah, het kost heel veel key om te gebruiken. Oh wel, we hebben gewonnen. Ja. Ah, fuck. Hij sloeg terug. Wat een bitch. Blijkbaar was Brook sterker dan de Fusion, of niet? Zie je, we hebben het wel gewonnen, ja. En dit is waarom je knockback lijkt me terug erbij doet om het moeilijker te maken voor spelers. Ja. Wow, he's still alive. Did you do it, Gotenks? Did you beat Majin Buu? Well, not exactly. He's tougher than I thought. Serves you right, you fool. You could have blown the only chance we had to win. From now on, we do things my way, the Piccolo way. You will fight Majin Buu as a Super Saiyan. Until then, we try. We got that Trunks 10. Actually, his name is Gotenks. His name is Mud, for all I'm concerned. Shit. Piccolo is savage. What do you think? Take on Majin Buu like that. No fighters ever won with the fest alone. All battles are fought before they fought. By planning? That's right! When my dad fought Majin Buu, he lost because he didn't plan right, and then I went off and did the same thing. That's the last time from now on. Hij gaat weer doen als een Super Saiyan, maar dat zie je niet in het spel. Maar hij doet het weer als een Super Saiyan. De ego is te fucking sterk in deze fucking show. Iedereen heeft een grote ego.